We zijn met Cash. Je Mario Cash, man. Je ziet het. Hoe gaat het, broer? Ik ben er, ik ben er. Het gaat goed, man. Ja? Juist. Niet hoe het gaat met de artiest Mario Cash, hè, maar met Mario zelf. Ja, met Mario gaat het goed, man. Je ziet het toch? Ja, je ziet er goed uit. Je bent breed geworden. Je hebt getraind, ja. zie ik. Ja, ja, een beetje, een beetje. Ja? Ja, man. Ja, vertel. Je bent natuurlijk een, uh, een tijdje weg geweest. Mm -hmm. We hebben allemaal gezien dat je. Weer terug bent, je bent weer home. Ja, Vertel even, hoe lang heb je gezeten en waar precies, man? Ja, ik heb iets langer dan een jaar gezeten. Ik heb in Lelystad gezeten, Zuiderbos en als laatste Pi Alpha. Ja, en uh, zo heb ik mijn tijd gedaan, daar heb ik mijn tijd gedaan. Dus je hebt een jaartje vastgezeten. Neem even mee naar de dag van de arrestatie. Dag weet je nog aan... precies hoe het is gelopen? Ja, kijk, ik was, ik was aan de telefoon met Bandy. Het lijkt elke keer. Ik, kijk hier. Dit, ik ben dus elke keer dat. Uh, ja, niet elke keer, maar vaak ben ik uh, door een arrestatieteam aangehouden. En bijna, bijna elke keer dat ze binnenkwamen, was ik met Bandy aan het bellen. Snap je? Maar dat is gek, je weet toch? Dat is, dat is heel gek, snap je? want uh, ik zeg altijd, broer, save die shit voor als ze me willen kieren hier in die koule of zo. Screen die shit, dan weet ik altijd. Er is even weet Je weet toch? Maar heel gek, altijd wanneer ik met hem belt, val, vallen ze binnen en. Die dag, het was, een, het was uh, op een maandag, weet ik nog, maandagochtend. Middag, het was rond twee uur, drie uur. En uh, klaar ligt de dag, en ik zie opeens mannen rennen op mij, snap je? Maar uit het voortuin. Dus ik kijk naar links, ik kijk naar links en ik zie ook daar een hele team in die achtertuin, snap je? Ik denk, ja, ja. ik zie die mannen als ze zeggen: handen in de lucht. Ik zeg van wat? Wat, wat is er aan de hand, man? Snap je? Ze zeggen handen in de lucht. Nu, ze blijven op me richten, je weet toch. En uh, Ik ben aan de telefoon. Ik zeg, hé, ik ben aan de telefoon. Snap je? Wat, wat is er aan de hand? Ze vragen of ik ben uh, wie ik ben. Ik zeg, uh, ja toch, je ziet het. En uh, ze arresteren me. Ja, ze arresteren me. En uh, ze zochten me voor de oude straf. Maar ik vind het raar, je weet toch. Dat ja, ik heb een oude straf die ik nog moet uitzitten en het arrestatieteam komen zoeken. Ja, zo, zo, zo is het verlopen. Dus ja, ze nemen me mee. En tijdens dat ze binnenvallen, hebben ze spullen gevonden, weet je? Ja. Zag je het al aankomen dat ze zouden binnenvallen, of had je echt geen idee van hé, hey, ze zoeken me nee. nog voor deze oude straf? Nee, ik. ik, ik, ik ik zag niks aankomen, want ja, ik doe, ik doe, ik, ik, ik doe niks verkeerd, snap je? Ik, ik maak muziek, ik ben bezig. Ik was bezig met mijn album, al die dingetjes, dus uh, ja, um, uh, ik doe niks verkeerd in mijn ogen. Dus ik vond het raar dat ze binnen uh, vielen, snap je? Alleen voor een oude straf. En uh, ze kan ook gewoon een briefje sturen: van hé. Hey, wil je even komen melden of dit of dat, maar uh, niks van dat uh, waargenomen. En um, waarom was die oude straf, zeg maar, nog uh, stond die nog open? Waarvoor werd je gezocht, laat me het zo zeggen? Ja, haar uh, arrestatieteam was mijn huis binnengevallen in het centrum. Uh, na een videoclip. Een um, uh, videoclip met een micro-Oezzi. En ze zeiden: ja, dat kan geen neppe wapen zijn. Dus dan waren ze binnengevallen, braaf. En uh, ze, ze zochten, ze zochten, maar ze vonden geen uh, oesie of geen wapen. Maar ze vonden wel wat een uh, wat, uh, ja, paar honderd gram hash en een paar kogels. Dus uh, hebben ze me voor um, 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 uh, um, uh, witwassen en, 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 en wapenwetmunitie. Taakstraf gegeven. Maar ik ben uh, voor levenslang arbeidsaangeschikt verklaard door de staat, snap je? Ik mag niet werken in groeps, um, uh, in groepsverhouding. Ja. En, en, en ze hadden geen individuele uh, werkplek voor mij, snap je? Dus uh, ze konden me geen taakstraf bieden. Dus wat hebben ze gezegd? Ja, we kunnen je geen taakstraf bieden. We hebben geen individuele werkplek voor je. En... Uh, dus je moet terug naar de baas Maar eindstand, uh, de rechtszaak... Was nog niet... Uh, was nog niet uh, verlopen. Uh, het moest nog voorkomen, alles. En ze hadden me al opgepakt. Dus ze wachten niet eens op de rechtbank. En zo, en ja... Rechtbank heeft gewoon toegegeven van... Ja, je zit nu toch al vast. Dus... Yeah. Blijf maar vastzitten en, uh, en dan kwamen er nieuwe paar cases op mij. En waarom ben je arbeidsongeschikt verklaard? Ja, door PTSS. Snap je en, uh, ik, mag, ik mag bepaalde dingen niet herbeleven. Snap je wat, uh, wat ze vroeger heeft afgespeeld? Dus in groepsverhoudingen mag ik niet. Uh, het, kan, het kan die prikkel weer. Uh, uh, um, um, Aanmaken, zodat ik weer, je weet toch, dat ik in, uh, in dezelfde situatie verkeer. Dus daarom mag ik niet in groepsverhoudingen werken en, en ben ik gewoon voor levenslang in feite overklaar. En ja, rap is gewoon een hobby. Ja, dat vinden ze niet erg, of ik er centjes mee verdien of niet. Dus uh, ja. Oké. Okay. En wat hebben ze uiteindelijk gevonden de laatste keer in je huis? Ja, het was eigenlijk niet mijn huis. Oké. Okay. Ik was ergens, snap je? Ik was ergens heel ver en ze hebben een paar vuurwapens gevonden, cocaïne, um, heel veel wiet. En ja, ze vonden dat mijn strafbaar lang genoeg was. Dus ja. Dan konden ze ervan uitgaan dat ze het van we, jou was. Ze zeggen ja. Maar dus het was niet van jou. Ja, het is niet van mij toch? Uh, Oké, okay, dan is dat duidelijk voor nu. Ja, ja, ja. ik heb, ik heb uh, zomaar vastgezeten uh, uiteindelijk. Um, iets wat niet in mijn huis is gevonden, niet op mij, of niet in mij bezit, dat ik daarvoor toch vast kan zitten. Ja. ja. Hoe zag een uh, normale dag in de baas eruit voor jou? Een normale dag, ja, uh, gewoon kickbreken man. Dan kom je de dag sneller, sneller mee door, je weet toch? Kickbreken, een beetje troeven met zo'n guys. Een jointje roken, een beetje trainen. Een joint roken is mogelijk in de bias? Ja, ja, het is altijd, is altijd wel mogelijk, weet je? Maar of het slim is om te doen. Uh, <laughs> ja. Ja, 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 dat, ja, ik was, ik was uh, een lange tijd rood. Omdat ik vaak rookte, je weet toch, maar eindstand was ik gewoon groen. De laatste tijden was ik gewoon groen. Dus uh, ik, ben, ik ben goed uh, mee buiten gekomen. Ik ben nu lekker stoned en jointje rook. Ik ben lekker vrij. Ik voel me lekker vrij. Ik kan gewoon weer lekker mezelf zijn. Snap je? Dus. Uh, ja, ja, nu even de eerste dagen weer even aankijken. Ja, want wat heb je gedaan de, de, de eerste dag toen je, toen je vrij kwam? Je loopt de, de gevangenis dag. uit. Ik zie goudje verras je meteen met de 10k. Ik werd al jaloers. Ja, dat wat heeft hij mij zet... nog nooit gegeven, maar dat geeft niet. <laughs> ja, we zijn er gewoon. Man. We kijken elkaar eerst nog. Ja. Mm -hmm. We kijken elkaar gewoon. En, uh, ik ben buiten gekomen. En iedereen heeft me gecheckt, is... Hef was er, Goudje, Lino, mijn niggers, al die mannen waren er. Dus um, uh, zijn we naar de studio gereden. Ik heb een poko opgenomen. Ja, ik ga nog even een paar poko's opnemen en dan kiezen welke de eerste wordt. En uh, ik heb ook uh, nog iets geklipt. Weet je, een beetje swearshot. En dan de uh, andere dag nemen we de clip op. Daadwerkelijk clip en dan uh, komt de gekke banger eraan. Oké, okay, ik, ben ja. ik ben benieuwd. Maar als je, als je na een jaar dan weer vrijkomt, en je hebt natuurlijk vaker vastgezeten in je leven, mm -hmm. zou ik denken van, hé, hey, het eerste wat je doet is je familie bezoeken of wat dan ook. Ja, dat is uh, kijk, mijn familie weet, um, uh, ik check ze sowieso. Um, ik, heb, ik heb die dag ook mijn familie bezocht. Weet je maar, um, ze weten van mij, ik ben, ik ben een straathond, Dus ik ga sowieso eerst altijd de straat checken en even de studio in. En dan kom ik even, kom ik even langs. Weet je, en dan uh, zomaar altijd even, eerst even de studio in. Even thuis komen. Ontspanning. Weet je, even uh, acclimatiseren. En dan, uh, ja toch. En dan, uh, dan kan ik weer naar mijn familie. Eventjes, uh, even mijn moeder begroeten, met mijn zusje gechilled. En dan uh, ja, ben ik naar Oslo gegaan, man. Heb je een goede band met je moeder? Ja, een hele goede band. Ja, man. Met je vader ook? Ja, ja is. vaag is. Vaagjes, is, is. Hoe zou je je ouders het beste kunnen omschrijven? Want ik probeer een beetje na te denken van hé. Hey,